We zijn nu begonnen. Nee, de raam zit niet. Kan je mijn scherm zien? We hebben de raam zit niet meer op. Oh. Ja, want we hebben de hele lijst gehad. En dan beginnen we gewoon eindelijk eens een keertje met iets waar we zelf leuk vinden. Ja. En dat is complottheorieën. Oh, de show notes ben je mee bezig. Hou je kop nou! Ik probeer het toch. Ik zeg nou net van dat we net ergens mee ophouden met het gesprek. Ja. En dan gaan we eindelijk eens een keertje beginnen met iets wat we zelf leuk vinden. Ja. Complottheorieën. Ja. En dan ga je meteen weer over die show notes beginnen. Dan moet je je kop overhouden. Want die hebben we dus zogenaamd niet gemaakt. Ik heb ze momenteel in beeld, hoor. Oh shit. Jij begrijpt zogenaamd niet deze. Tussen aanhalingstekens. Ja. We werken dus niet met show notes, hè? Maar show notes houden de uitzendingen van ons een beetje pittig. Nou, hebben we laat ik even beginnen met aan het einde van deze show notes. Staat jou... Perry, hebben we de show notes gehad. Ja? En dan gaan we het eindelijk eens een keertje hebben over iets waar we het zelf over willen hebben. Complottheorieën. Ja. Heb ik jou een mail van gestuurd? Ja. En met allemaal linkjes. En de eerste is dan... Oh. Nou, dat begint het dan al. Heb jij me daar een mail van gestuurd? Ja, is dat wel waar? Die heb ik dus niet ontvangen. Ja. Nee, die heb ik dus niet ontvangen. Dus dat begint het al. Ja. Is die dus door jou verstuurd? Dat is één. Twee is, als je hem verstuurd hebt... Heeft ze NRC hem ondertussen ondervangen? Ja. En drie is, van, ja, ik heb hem niet ontvangen. Hoe zit dat? Kan je mijn beeldscherm momenteel zien? Oh, dan moet ik even kijken. Ja. Op jouw beeldscherm? Ja. Skype. Ja, ik zie wat. Ik zie Radio 1. Ja, goed, ja. Oké. En dan ga ik hem nou full screen zetten. Niet schrikken. Ja, met een presentator, met een bril op. Kijk, en dan gaan we... En dan, dit is een boek die kijken is. Maar mijn internet heeft het eventjes heel erg moeilijk. Maar... Het is een boekje. Niet eens een broekje, maar het is een boekje. Nou, God van mij. Ja. De maanlanding, nou, die heeft nooit plaatsgevonden. En een medicijn tegen kanker bestaat al lang, maar wordt door farmaceuten doelbewust geheim gehouden. Net als natuurlijk de gevaren van vaccinaties, wilde die hij zeggen. Ja, ik zeg alleen maar dat er iets geheim gehouden is geworden. Ja. Nou, ja, hij staat echt ontzettend te lopen. Komt hij weer. Die hartelijk even gevonden blijft doen. Ja. De meeste mensen voelen wel aan hun water dat al die theorieën niet... Dat al die theorieën niet... ...kunnen kloppen, maar hoe weet je dat nou zeker? Ja, ja precies. Zeg maar stil. Ik ben bezig om de pauze... Heeft zijn bevindingen zo ja... Je mag even reageren. Reageren op wat? Nou, op wat je meneer hier zegt. De vrijheid van meningsuiting. Oh. En dan 3 seconden mag ik nog wat zeggen. En dan 3 seconden is er nog wat. Ja, mijn punt is, wat zegt deze man hier nou? Waar is hij mee bezig volgens jou? Nee, dat vind ik een hele goede vraag. Maar je kunt mij op dit moment niet vertellen wat die man zegt. Omdat hij... Hij komt niet met voldoende data binnen, zeg maar. Hij komt niet met voldoende data binnen, bedoel je? Nee, want dat is wel iets wat op jouw computer loopt. Ja. Maar dan is dat van, hij zegt iets en dan zie ik weer zo'n wormpje. Ja. Met een wormpje bedoel ik zo'n rond dingetje wat de hele tijd rondgaat. Ja. Ja, ja. En dan zegt hij 1 woord en dan zegt hij weer 1 woord... En dan, dan valt hij weer stil, ja. Dan probeer hem nog, ik heb nou mijn cache volgeladen. Ik doe even play, ja? Ja,
gepubliceerd. Met mijn aangeschoven Bauer van Straten, wetenschapsjournalist bij de Kennis van Nu. Bauer, wat is de uitkomst van dat onderzoek? Nou, de uitkomst van het onderzoek is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, misschien wel het minst interessante deel. Want dat sluit perfect aan bij wat de meeste mensen al denken. Namelijk dat de meeste van die theorieën niet kloppen. En dan zeg ik de meeste, want in sommige gevallen kloppen ze natuurlijk wel. Heel soms. Er waren bijvoorbeeld best mensen die al een tijdje dachten van nou, die geheime diensten, die zijn volgens mij allerlei informatie over hun burgers aan het verzamelen en die gebruiken ze volgens mij ook. En sinds de onthullingen van Edward Snowden over de NSA weten we dat dat dus inderdaad ook klopt. Ja, ja, dus, maar als er één klopt, dan kloppen ze niet allemaal. Dat is een uitzondering. Dit is inderdaad volgens deze onderzoeker, en dat is David Grimes van Oxford University, die zegt dit moet een uitzondering zijn. Want hij vroeg zich af hoe groot is de kans dat een groep mensen die een geheim moet bewaren, er ook daadwerkelijk in slaagt om dat geheim te bewaren. Dat was hij. Ja, prachtig. Oké, het is duidelijk wat hij zegt. Het feit is dat we dus geregeerd worden door reptielen uit het universum. Uh-huh. Dat we daarbij zelf nooit op de maan zijn geweest. Want hoe kan het zijn dat wij mensen raketten kunnen bouwen die naar de maan gaan, terwijl reptielen uit het universum ons regeren. En dat kan toch niet? Nee, ja, wij hebben... Want het zou zomaar kunnen zijn dat we dan als mensen zomaar een basis zouden kunnen betreden op de maan die reptielen al beheersen. Ja, maar wacht even, dat hele reptilien gebeuren, hè? Ja. Dat is alleen maar een fabel. Oh. Daarmee niet onwaar. Dat zeg ik niet. Maar het is een fabel. Oh, oké. Dus je zegt eigenlijk ook dat het feit dat in 1947 er een UFO is geland in Roswell, dat ook een fabel is. Dat is een ander verhaal. En dat de vliegtuigen in de Twin Towers zijn gestort, is ook een fabel. Nou, die Twin Towers. Dat vliegtuigen waren. Die Twin Towers zijn niet. Dat waren gewoon raketten. Ja, die Twin Towers. Die Twin Towers. Die zijn niet in elkaar gestort. Doordat er een vliegtuig tegenaan knalde. Nee. Want dan zouden ze gewoon overleefd hebben. Wacht even, ik heb hier een probleem. Mijn scherm valt weg. Shit. Ja, dat heb jij weer, hè? Dan word je ik ben verantwoordelijk voor de spiegel. Dan word je weer eventjes door de NRC betrapt, hè? Ja. Ja. Ik ben weer terug. Ik heb alles gerepareerd. Die rare gast met die bril en dat rare kapsel, die is weer terug. Ja. Wat vind je eigenlijk van zijn kapsel? Echt een wilde hairdo, vind ik het, hoor. Ja, wat ik zeg... Die meneer met die bril en dat rare kapsel is weer terug. Ja. Ik stel voor dat we even naar hem gaan. Trouwens, als we het toch over complottheorieën hebben. Ja. Ik heb even de Amerikaanse verkiezingen bekeken. Ja. En het gaat dus inderdaad tussen Angela Merkel en Geert Wilders. Hè? Ben je aan het spelen met mijn voet? Nee, ik ben niet met jouw voet aan het spelen. Wat bedoel je dan? Als er iemand met jouw voet aan het spelen is, is het of een van je huisdieren, ja, of je bent het zelf. Oh. Maar ik niet. Oh, dan heb ik een veilig idee. Nee. Maar we leggen het dan even uit, ik spreek ook namens de kijkerhuis. De Verenigde Staten is, die gaat tussen Geert Wilders en Angela Merkel. Op welke manier dan? Hallo, Hillary Clinton. Uh-huh. Als die president wordt, dan zal ik daar echt riant over lachen. Want dat is hilarisch. Absoluut, ja. Ja? Ja? Is, En als die andere gast de president wordt? Trump. Ja, dan ga ik denken... Tell me sad, the elephant. Nee. Er is wel een elefant, een olifant die ik daarmee wil associëren. Aha. Dat is Nelly the Elephant. Oh. Ik weet niet of je die kent. Nee, nu verras je mij.
The Elephant is eigenlijk een kinderserie uit de jaren 60 van de BBC. Uh-huh. En er is een band die heet. Wat heet ze ook? Maar goed, die hebben de Toy Dolls. Uh-huh. Die hebben dat nummer ook een keertje opgenomen. Uh-huh. En dat heet Nelly the Elephant. Uh-huh. En Nelly the Elephant went to town and said goodbye to the circus. Off she went with a trumpety trump, uh-huh. Trump, trump, trump. Uh-huh. The head of the herd was calling from far, far away. Uh-huh. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Uh-huh. Dus het wordt of hilarisch of Nelly the Elephant. Ik ben meer voor een Armageddon. Ik ben echt Armageddon klaar. Ik ben meer van Rijkageddon. Huh? Rijkageddon. Oh mensen, we noteren even. Het is 1-0 tussen Marco Robinson en Perry Winkel. Ja. Oké, we gaan zo even verder playen. Even kijken wat ze nog meer van ons in uitbraken. Wat was het? Binnenlanders. Ja. Nee, ja, dat komt zo dadelijk. Maar even de complot, want ik heb nog een complottheorie. Nog een complottheorie? Ja, maar even deze blonde man met zijn geweldige hairdo. Dat we even respect hebben voor deze meneer. En dan laten we even 30 seconden praten. Wat vind je ervan? Te beginnen vanaf nu. 3, 2... Oké, laten we lullen dan. Ja, laten we lullen. Zijn hoofdvraag. En hij is trouwens in het dagelijks leven, doet hij onderzoek naar kanker. Dus hij heeft zich wellicht laten motiveren door die complottheorieën over het kankermedicijn, wat al zou moeten bestaan, waarvan hij natuurlijk weet dat het niet bestaat. Ja. Wat grappig dat hij dan zo'n onderzoek gedaan heeft. Ja. Eigenlijk omdat hij dus denkt dat mensen niet in staat zijn om een geheim te bewaren. Nou, daar komt inderdaad het daarop neer, zijn conclusie. Want zeker als een groep wat groter wordt, dan wordt de kans steeds groter dat je of een klokkenluider krijgt, iemand die bewust naar buiten treedt en het geheim naar buiten brengt, zoals Edward Snowden bijvoorbeeld, of dat iemand het per ongeluk naar buiten brengt door slordig te zijn met bewijsmateriaal bijvoorbeeld. Ja. Waar bezit je dat? Hoe onderzoek je dat? Dat is wel interessant. Maak je dat hard, want dat moet altijd in de wetenschap. Precies, dat heeft hij ook zeker geprobeerd en dat is wel leuk hoe hij dat gedaan heeft, want hij heeft gebruik gemaakt van die gevallen waarin het inderdaad daadwerkelijk naar buiten kwam, zoals het geval van Edward Snowden bijvoorbeeld. En hij heeft nog een aantal van die gevallen heeft hij bij elkaar genomen. Oké. Okay. Nee, dat gaat dus over de formule. Ja, even terug, hè? De complottheorieën. De formule van de complottheorieën, ja, precies, ja. Dat vind ik een soort. Kijk, de hele natuurwetenschap is op zoek naar een formule. Hier staat hij. Zoals het geval van Edward Snowden bijvoorbeeld. Gemaakt van die gevallen. Waar staat hij? Dat is de formule. Dat is de formule. Dit is toch complete bullcrap? Dit is toch ongelofelijke onzin wat hier staat? Ja. Nou ja. Ik kan er een touwtje aan vastknopen. Omdat er een touw staat, maar. Ja. dit is echt. Ja. Is dit de formule die de hele wetenschap met elkaar moet verenigen? Of is dit. De grootste bullshit die er bestaat. Ik denk het laatste, mijn lieve vriend. Ik denk het ook, ja. Maar ik vind het in ieder geval dan wel dat ze die bullshit in een formule hebben kunnen samenvatten. Ja. Dat vind ik wel knap. Ja. Maar anyway, hè, dus, waar hij bij stilstaat, is van als er een complot is, dan moet er altijd iemand zijn, zegt hij dus, hè, en die komt naar buiten. Hè. Dat is dan een berouwer. Iemand die heeft berouw, die repent. To repent op zijn Engels. Hè? Ja, dat is meestal zo gebeurd. Of er is iemand die denkt van mij, ik ga jullie gewoon even allemaal van hak zetten. Kan ook, ja. Dat kan ook. Nee, ik bedoel, bullshit. Laten we die formule dan toch even een beetje serieus nemen. Ja. En zeggen dat er, nou, van de 10 mensen die naar buiten komen. Mm-hmm. Hoeveel hebben er gelijk? Hoeveel zijn serieus? Ah, kom op, man, kom op. Ja, maar er zijn genoeg mensen die komen met allerlei dingen naar buiten. Mm-hmm. En dat is helemaal niet waar.
Zoals? Nou, ik kan een heleboel van die, hoe heet het, Area 51 verhalen vertellen. Van mensen die zeiden dat daar UFO's waren met rare aandrijvingen. Mm-hmm. En nou, ik denk dat ze van 9 van de 10 niet geloofwaardig zijn. Er zijn geen UFO's, er zijn geen buitenaardse wezens op aardig land. Jij en ik zijn aliens. Kijk, laat je dus weer besoden bieteren. Dan moet je eens kijken hoe onwaarschijnlijk het is dat er buitenaardse wezens op aarde landen. Nou, dat is zo onwaarschijnlijk, Marco, dat zo'n kleine onderbroek, die kan jij niet eens over je piemeltje doen. Dat bedoel ik. Dus, daarom zijn ze hier ook. Wij zijn de aliens. Wij zijn eenzamer dan God. Want God heeft ons tenminste nog. Ja, dat komt omdat wij hem verzonnen hebben. Nou, you believe me dat hij ons verzonnen heeft. Omdat wij eenzamer zijn dan God, hebben wij God verzonnen. God zit de hele tijd naar ons te kijken. Om minder eenzaam te zijn. Een echt mens, echt, het is... wij zijn de aliens. Wij komen van buiten. Nee, wij zijn het zelf. Hmm. Net zoals de rest. En net zoals de bomen, net zoals de... Ja. En als wij denken dat wij anders zijn dan wat... Oh. Nee, ja, wij dan... zijn hier te gast. Eerst is de aarde gekomen. En toen wat planten en dieren en lalala. En toen alles klaar was, toen werden wij losgelaten. En toen zeiden ze tegen de mensen van... Hé, mensen... We hebben een feestje gemaakt. Welkom. Ja. En toen, gaat heen en vermenigvuldigt u. En dan komen wij op het feestje en dan maken wij er een zooitje van. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat wij best wel goed doen. Nou. Ja. Ja, het ligt er een beetje aan wie je kijkt natuurlijk, maar... Nee, het ligt er aan hoe je er naar kijkt. Ja. Maar op zich doen we dat niet kut. Oké. Hè? Ik vind zelf... Zijn niet allemaal bezig met het ontbossen van dat feestje? Het ontbossen. Het ontbossen, ja. En we zijn niet allemaal bezig met het omhoog pompen van het CO2-gehalte. Wacht even, sorry, ik heb een foutje. We zijn niet allemaal mee bezig. Dus, nou, we doen het nog best wel goed. Zullen we de volgende pakken van de complottheorieën? Ja. Okay. Want ik heb alleen maar complottheorieën en ik zie er geen volgende einde. Dus we kunnen het er nog eeuwen over hebben. Ja, precies, want ik ga even dat we de volgende pakken, want het gaat over complottheorieën op school. Oh nee, ik ben bij de buitenlanders aanbeland. Dit klopt iets niet. Wacht even hoor. Oh, daar komen we straks terug. Nee, we gaan het nu even hebben over buitenlanders gewoon. Nee, maar nu je het over school hebt. Hm? Nee, ik heb het over complottheorie en scholen, maar niet over school hebt. Uh-huh. Als ze in de middeleeuwen het pesten serieus genomen hadden geworden, uh-huh, dan zou de buitenplaag niet uitgebroken zijn. De welke plaag? De builen. De pest. Nou, als ze in de middeleeuwen het hele pestprobleem serieus genomen hadden, oh, dan zou de builenplaag niet uitgebroken zijn. Oh, ja joh. En wat was het probleem dan? Wat ze serieus hadden moeten nemen? Nou, het pesten. Het pesten. Het pesten, de pest. Ja? Mm-hmm. Ik heb er de pest aan. Dan pesten. Het is een, voordat we overgaan naar de kasseien, ik weet niet of het Belgische woord kasseien. Vooral online pesten. Ja. Want dat hadden ze in de middeleeuwen nog niet. Ja, maar ik wil je wel even zeggen, dat toen ik ongeveer 40 was geworden, toen leerde ik lezen. Dat toen was? Ja, dat kan je zo hebben. En toen ben ik gestopt met het lezen van romans.
En ik wilde alleen nog maar feitelijkheden consumeren. Totdat ik op het boek stuitte van Albert Camus. Albert Camus? Ja, La Peste. Ja, dat La Peste. Ik weet niet of jij hem gelezen hebt. Maar, nee, ik heb hem niet gelezen. Maar het is een prachtig boek. Hè? Het zal best. En vooral die uitgave die ik heb. Dat is zo mooi. En de tranen springen je in je ogen, Marco. Ik mag toch wel huilen als man. Maar misschien moet ik hem wel lezen. Ja, ja, misschien ook. Een goede tip. Ik heb het nu al verteld, dus je hebt hem al gelezen. Oh. Ja. Is het een boek wat je dus... Je legt het even uit en dan heb je het al gelezen. In principe wel, want jij, volgens mij snap je het al. Oké, maar nu even dus... zal ik even voorlezen? Dit is een Belgische ding. Nee, wacht even. Wat gebeurt er allemaal? Ja, ik hoor een motorweg rijden. Oh. En die is nu weg, dus nou kun je verder. Oké, dit is een Belgisch bericht. Huh? Jongeren intimideren kasseileggers. ISIS zal jullie keel oversnijden. Daar heb ik gelijk al een paar vragen over, maar... Stratenmakers, hè? Dit is toch kasseileggers? Nou, ik zou meteen stoppen met stenen in de straat leggen. Mm. En dan zou ik tegen de jongens zeggen van... Hé hey jongens, loop lekker door en struikel. En val op je bek. Een goeie. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, toch? Maar het is de verschillende woorden. Als je de mensen gaat lastigvallen die de stenen voor je voeten leggen, zodat jij kunt verder lopen, dan verdien je niet beter. Om te struikelen, ja. Om te struikelen, ja. Precies. En dan over ISIS, hè? Want jij en ik hebben vaker gepraat over Egyptische filosofie. Ja, Isis is is de vrouw van Osiris. Hmm. Osiris en Isis. Dat is een heel romantisch verhaal. Ja, die hebben toch een kind of niet? Hmm. En Isis krijgt een kind van Osiris, terwijl Osiris al dood is. Hoe romantisch kun je het krijgen? Ja, hoe heet dat kind? Wat? Hoe heette dat kind? Volgens mij was dat... is dat Set? Nee. Horus? De laatste, ja. Ik zou zeggen Horus. Volgens mij Horus. Hm. Ook trouwens in het Nederlands ook een hele goede naam, hè? Horus? Ja, Horus, ja, precies. Moet ik luisteren of... Ja, precies, ja. Nee, maar Horus. Horus, ja. Maat, ja. Precies, ja. Ik lees even een stukje voor de luisteraars. De problemen begonnen weken geleden toen enkele jongeren de werfafsluiting negeerden. Met gevaar voor eigen leven liepen ze door de werf tussen de machines door. Toen wij hen daarop wezen, werd dat niet aanvaard. De intimidaties begonnen en bleven duren. Op een gegeven moment begonnen ze hekken om te duwen. Vertelt een kasseilegger, een stratenmaker, van een familiebedrijf. Hekken om te duwen? Ja. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja. Het lijken wel zigeuners. Ja, globalisten. Want zigeuners die houden helemaal niet van hekken. Nee. En elke keer als ze hek tegenkomen, denken ze van... Welke gek heeft dit hek weer hier neergezet? Ja. En dan bouwen ze het om. Ja, het is een beetje... Ik ben daar niet op tegen, hoor. Want kijk, ik hou voor iedereen, zoals ik eerder tegen jou vertelde. Dus ook van zigeuners. Maar dit is niet heel handig zigeunergedrag. Door zigeuners moeten slim zijn. Nee, natuurlijk niet. We moeten natuurlijk ook wel een beetje met het kaartje overweg blijven kunnen. Ja. Oké, okay, dan... Ik ga even door. Jij verstaat mij. Ja, ik begrijp je. Zigeunertaal. Ja.
Als ik het heb over het Gajo? Nee, dat weet ik nog even niet, sorry. Wat dat? Oh, het Gajo is... dat komt het Nederlandse woord gaaiers vandaan. Uh-huh. Dat is een zigeunertaal. Uh-huh. En dat betekent dus juist die mensen die wat wij burgers noemen, dat noemen zij Gajo. Gajo, dat betekent eigenlijk zoiets als tuig. Meeloper. Nee, zoiets als afpakker meer. Nee, want zij pakken onze vrijheid af omdat zij in hun huis gaan zitten en ze zeggen dit is ons land. Ja. Terwijl de rondtrekkende zigeuner of de woonwagenbewoner zegt van ja, hoe kun je dat jouw land noemen en ik mag er niet overheen. En ik zeg niet eens dat het mijn land is, maar... Mm. Ik wil er gewoon doorheen en dat moet ook kunnen. Ja, maar kijk, die zigeuners, die hebben land genoeg. Door de hele Sahara is leeg. Dus jij zegt dat die zigeuners maar naar de Sahara moeten gaan. Als ik de centen had en net zo'n lef had als wat die zigeuners zeggen, dat voor lef hebben, ga ik naar de Sahara. En die stop ik vol met stront. Ik koop gewoon stront in Nederland. En dat doe ik in een tanker. En dan ga ik een tanker vol met stront naar de Sahara. En moet jij eens even kijken hoeveel tomaten ik dan oplever. Ik zou het heel anders doen dan jij. Ja. Dan ik het, ik doe dat ook niet, Marco. Nee, maar ik zou het toch anders doen dan jij. En misschien gaat dat nog gebeuren ook. Want wat ik zou doen is... gewoon zonnecellen plaatsen in de Sahara. Ja, zonder meer. En daarmee creëer ik een hele hoop, zoals dat heet, schaduw. Ja. Met dat ik schaduw in de Sahara kweek, betekent dat ik daarmee een atmosfeer kweek, waar planten gewoon kunnen groeien. Mag ik even, ik ga eventjes doorlezen, om het tempo erin te halen. Dit is een hele mooie, dit is een prachtige alinea. Tot één van hen er genoeg van had en begin maart verhaal wilde halen aan een school in de buurt. Normaal staat er altijd een leerkracht, toen toevallig niet. Ik sprak een werkman aan, nog voor ik iets kon zeggen... kreeg ik een slag op mijn slaap. Verscheidene jongeren gingen me te lijf. Ze bleven maar stampen, vertelt hij. Na de schermutseling was de man 5 dagen arbeidsongeschikt. Nou, 5 dagen. Heeft hij de hele week kunnen uitslapen? Man. Ja, sorry dat ik het zo even... Zo blunt zeg, om het zo maar te zeggen. Mm. Er zijn mensen die reageren zo. Die zeggen gewoon van, 5 dagen arbeidsongeschikt, kom op man. Is dat een kerel of niet? Ja, hij was in ieder geval, waarom heeft hij die jongetjes niet gewoon kapot geslagen? Hij is toch gewoon stratenlegger, stratenmaker? Oh, had hij niet gewoon een baksteen in zijn rechterhand? En met die kerels gewoon op de slaap? Ja. Kom op, man. Weet je, het is gewoon een pushy deze kerel. Ik snap jouw emotionele reactie. Als hij dat gedaan had... Ja. Dan had hij aan de ene kant meteen zijn zwakheid getoond. Nee, als iemand jou op je slaap... Als iemand jou mept... Zou dat dan niet die jongetjes... Ach man, die jongetjes. ...worden, maar hij... Omdat hij de jongetjes met een baksteen in de bek geslagen heeft. Nou, patanden eruit. Kan geen kwaad. Nee, maar je snapt hoe raar dat kan werken met rechtszaken en dat soort dingen. Weet je wel. Er is in Nederland geen rechtspraak. Ik weet niet of het in België wel is of zo. In de hele wereld is er geen rechtspraak. Nee. In de hele wereld is er wel kromspraak. Mm.
En wat ooit krom is, zal nooit recht worden. Precies. En de rechtspraak, hè, op zich Grieks. Dat weet jij denk ik wel, hè? Nou, waarom heeft die dame een blinddoek voor je? Justitia. Dat is Romeins. Precies, daar heb ik niet over. Nee, maar rechtspraak. Recht, op zijn Grieks, ortho. En spraak is doch. Dus orthodoch. Orthodox. Mag je ook zeggen. Dan kom je inderdaad heel erg dicht bij Grieks en Russisch orthodoxe kerken. Mm. Mm. Nou ja, goed, kerken. Je weet hoe ik over kerken denk, hè? Ik denk dat wij hetzelfde denken over kerken. Ik denk dat ze de gebouwen moeten laten staan, ja. Maar de priesters eruit moeten jagen. En wat moet je dan met die gebouwen doen? Nou, daar kun je theaters van maken. Ach man, die akoestiek is kut. Ze zijn toch als theaters gebouwd? Neem die Eusse Beuskerk. Jawel, ze zijn als theaters gebouwd om die priesters... Als sterren in dat theater. Die Euse Beuskerk, dat is één bommetje van de Duitsers. En dat kostte €1200 met een drone. En dan zijn we van die hele Euse Beuskerk af. Nou, anders kun je er natuurlijk ook nog een. Daar zou Jezus een beetje problemen mee hebben. Mm-hmm. Je zou er een grenswisselkantoor van kunnen maken. Dat vind ik wel een heel erg. Antichristelijk en daarmee een goed idee. Nee, daarom zei ik ook van waarom die meneer er misschien wel een beetje een probleem mee zou kunnen hebben. Ah, nee, je moet die Jezus niet. Nee, maakt niet uit. Ik ga even door in de doofpot. Het rijmt een beetje over complottheorie, hè? Nee, maar de doofpot, dat is een leuk café. Je bent heel ver weg, Marco. Ja, dat weet ik. Maar een doofpot, daar kom ik wel eens. En dat is echt een heel leuk café. Waar is dat dan? Dat ga ik jou een beetje vertellen. Oh shit. Ik ga jou vertellen waar een doofpot zit. Oké, ik lees voor. Verschillende collega's en ook leerkrachten kwamen tussen beiden. De lokale politie kwam ter plaatse en stelde een procesverbaal op. Dat maakte weinig indruk. Na de paasvakantie werden de stratenmakers, kasseileggers staat er maar stratenmakers, ja. Tijdens hun middagpauze bestolen van hamers en een sleutel van een van hun machines. Oh. Dat dit is gewoon niet waar, dit. Dat klinkt als een van mijn schelmenstreken. Na de paasvakantie. Dat ik bij stratenmakers langsgekomen ben. Ah, dat ze hun gereedschap hadden laten liggen. En dat ik dat gereedschap gejat heb. Ja, gewoon sukkels, man. Je laat toch niet je sleutel in je machine zitten. Kom op. Twee onder hen hebben ons ook al bedreigd. Dat ISIS onze keel zal doorsnijden, dat is het Belgisch, hè? Oversnijden staat er, maar dat bedoel doorsnijden, denk ik. Hè? Oversnijden, zeg maar. Oversnijden, dus doorsnijden. En als het allemaal overgesneden wordt, is goed. En als allemaal zal afschieten met een AK-47. Ik vind dat niet normaal. Weet je, ik vind dat allemaal. En toch heb ik het, en mag ik even doorgaan, en toch heb ik het gevoel dat dit in de doofpot wordt gestopt, zegt de bouwvakker nog. Nee, oké, dan wordt het natuurlijk conspiratie, hè? Zodra het in de doofpot wordt gestopt, en dat is net elke keer als jij een checkie rookt of een jointje, en je drukt hem uit. Ja. Dan weet je dat je iets in een doofpot stopt, hè? Ja, daar is de doofpot voor. Ja. Dat het vuur is de kennis. Nee, de lucht is de kennis natuurlijk. De lucht, het element lucht is, bestaat gelijk aan kennis. Ja. Oh ja? Ja.
Je hebt vier elementen. Het is gewoon een hypothese, gewoon een idee. Vier elementen, je kent ze allemaal wel. Een aarde, water, vier lucht. Ja, precies. Ja. En een lucht staat voor kennis. En eten trouwens. En ego ook? Nee, die is leuk. Ego. Ah. Ja. Aarde, water, vuur, lucht en ego. Dat is hem, ja. Dat zijn er vijf. Geen etter, maar ego. Aarde, water, vuur, lucht en ego. Ja. Dankjewel voor voor dit inzicht. Dan botsen onze ego's vandaag nog meer. Dat is wel de bedoeling, anders hebben mensen niks om naar te luisteren. Ik ga weer even doorlezen. Want ja. Nu moet je even, heb je pen en papier bij je? Maakt niet uit, die gaat toch door, hè? Maar het gaat over. Dat is voor de luisteraars, die kunnen dan. Pen en papier pakken. Hebben we een prijsvraag? Ja, precies. Het gaat dus over. Ik maak het volgende stuk eventjes highlighten. Nee, ik mag toch niet meedoen. Precies. Woordvoerder. Ik ben medewerker van deze clip. Ja. En dus dan mag ik niet meedoen aan de prijsvraag. Nu gaat het dus over dit ding dus. Woordvoerder Dirk van de Zande van de politie Mechelen Willebroek geeft aan dat het onderzoek nog loopt. En dan komt een quotatie. Er is een bemiddeling opgestart dat er iets is gezegd over ISIS was ons niet bekend, reageert hij. En nu moet ik gelijk denken aan Wim T. Schippers. En dan wil ik het liefst zeggen, reeds. Wim T. Schippers? Ja, reeds. Als ik daaraan moet denken, dan denk ik aan Wilhelmine Pitcher. Ja. De doktein. Ja. Als ik dit heb, Ik vind het wel een probleem. Van Mechelen Weggelbroek. Ik vind het dus wel een probleem dat. Is het toch van Mechelen Weggelbroek of hoe heet je dan? Maar het is gewoon een probleem. Het is al zoveel als een probleem dat de politie nooit iets weet. Over ISIS is ons niks bekend. Zo hoor je dat de hele tijd. Nou, die fotorolletjes zijn we kwijt. Nee, dat dossier hebben we niet meer. Gewoon, ze weten helemaal niks. Ik zou gewoon een politie willen die wel wat weet. Gewoon een kennispolitie, een voor. Perry. Ja. Dan heb je mensen zoals mij nodig, die zulke dingen kan opzetten, die wel doorhebben dat er dingen met elkaar te maken hebben. Ja. En dan hebben we geen buurtpolitie, ja, dan hebben we wel buurtpolitie nodig. Maar dan hebben we geen buurtpolitie nodig die. De hele tijd alleen maar probleemgevallen aan het. Nu is het niet hier meer, maar dan is het dan maar daar. Dus van de ene plaats naar de andere plaats aan het. Precies, ja, exact. Ja, goed. En dan nu over dus lekkere mappen tegen elkaar. Daar houden sommige mensen van. En dan heb je dus hier, kan je het ook zien? Ja, ik kan het zien, maar. Dat kan ik je nu even niet laten zien, maar ik wil wel iets laten meekrijgen. Ja. En dan moet je, hoe heet die twee ook alweer? Dat is zo mooi. Ah. Zijn twee van die gasten zijn ruzie aan het maken over het feit dat ze elkaar zo oké vinden. Ja. Dat is een groot probleem. Dat kleffe gedoe. Nee, ja, precies. Dat jij mij de hele tijd de hemel in zit te prijzen. Ja. Nou, daar moet ik echt op een dag mee ophouden. En jij zorgt er maar voor, Marco. Ik word er onsmisselijk van. Ja. Ik ga weer even voorlezen. Dus echt. Trap me maar eens een keertje gewoon helemaal. Hè? Ja. Maar dat doe je niet, hè? Nee. Dat doe je niet, hè? Want dan ben je te laf voor. Ja, precies. Zo ben ik. Ik heb veel te veel medelijden.
Maar daar ben ik voor. Ik ben op cursus Joods, hè? Ja. En dan kom ik van mijn medelijden af en dan ben ik gewoon. Nee, maar daar trap ik niet in. Ik weet gewoon van jou, en dat is het lullige ervan, dat je me hoog hebt zitten. Ik ga even voorlezen. Ranst. In het asielcentrum van Broegem, Ranst, dat ken ik een provincie of zo in België, zijn maandagochtend een 100-tal Irakezen en Afghanen slaags geraakt. Dat heeft Belga vernomen. Met elkaar. Ja. Hoop ik, hè? Dat ze niet slaags geraakt zijn met Nederlanders. Nee. Die gaan onderling lekker potje meppen, man. Kom op. Dat heeft Belga vernomen bij de lokale politie van de zone Zara. Dat zegt me ook helemaal niks. 12 mensen, onder wie 4 medewerkers van het centrum, hadden na afloop verzorging nodig. 15 vechtjassen werden bestuurlijk aangehouden en worden uit het centrum verwijderd. Dus die mogen elders gaan lopen knokken. Die worden uit het centrum verwijderd? Ja, zullen elders. Oké, jullie zijn geslaagd voor je diploma. Weet je, dat klinkt een beetje zo, hè? Want ik zit op een kostschool en ik maak ruzie en ik word buiten gezet. Naar een andere kostschool? Ik word gewoon losgelaten op de maatschappij. Die vluchtelingen. Daar komt het feitelijk op neer. Die vluchtelingen? Die wordt losgelaten, vrijgelaten, die wordt losgelaten op de maatschappij. Ja, ja, zonder meer. En dat vind ik op zich best wel eng. Ja, behalve natuurlijk dat je niet bang mag zijn. Nee, niet omdat... Het is een gevaarlijke ding, hoor. Nou, als die zomaar wordt losgelaten omdat hij zich niet gedraagt, ja, dan vind ik het gevaarlijk. Kijk, als hij zich zou gedragen en dan los wordt gelaten op een maatschappij, eventueel met begeleiding, en dan denk ik van, nou ja, oké. Dat is oké. Maar als omdat hij zich misdraagt, los wordt gelaten op de maatschappij. En de maatschappij is juist zo, dat als mensen zich misdragen, dan stoppen ze ze weg. Uh-huh. In gevangenis. Want dat is het omgekeerde verhaal. Iemand misdraagt zich in de gevangenis, en daarom wordt hij uit de gevangenis bevrijd. Je hebt totaal gelijk. Ik kan er... Dat is toch waanzin? Ik wil even een stukje voorlezen. Ik maak een beetje groter. Fedasiel. Fedasiel. Ja, dat is een of andere afkorting, denk ik. Fedasiel bevestigt dinsdag dat er een... Okay. Ja, massale vechtpartij... Dus dat is de dubbele quote, dat hoort niet op zijn Nederlands, maar dat maakt niet uit. Massale vechtpartij heeft plaatsgevonden, maar wil er verder nog geen commentaar over kwijt. We wachten het onderzoek af en dat is nog volop aan de gang. Klinkt het. Natuurlijk willen ze daar geen commentaar over kwijt. Dat kan ik me voorstellen. Wij zijn nog steeds dat wij als Europa... vluchtelingen opnemen. Ja. En weet je ook al waarom? En dat betekent dat als er misstanden zijn, dan zullen ze die voor onze ogen verzwijgen. En waarom is dat? Waarom is dat? Om onze rat voor ogen te voeren? Ja, misschien wel. Maar om ervoor te zorgen dat wij geld blijven uitgeven aan... waarschijnlijk wel. Daar gaat het eigenlijk om. Ik heb een beter antwoord. Maar we gaan even door naar de volgende. Heb jij een beter antwoord? Ja. We botsen toch, man. Kom op. Wil ik eerst jouw betere antwoord horen? Nou, het gaat erom dat wij zijn, zoals we vroeger zeiden, niet gelijk boos worden.
oude talen. Maar zoals we vroeger zeiden, wij zijn kinderen van God. En wij hebben... Je begint toch... Ja, dat alleen al, Marco. Ik zei nog tegen jou, niet door me heen praten. Nee. Ik ben niet boos. Ik heb ook medelijden. Kijk, nu gaan we ergens over praten. Jij bent... Nu praat niet door me heen. Jij hebt medelijden. Jij weet wat het inhoudt. Nee, maar ik vind het... Het is een van mijn hobby's, hoor. Medelijden hebben. Nee, het is echt een van mijn hobby's om door jou heen te praten. En anders had het verkeer wel in jouw omgeving. Je hoort het, hè? Ja. Alweer een motor, hè? Ik weet niet. Er zit hier volgens mij bij mij een motorclub in de buurt. Mm-hmm. Laat ze lekker... Nou ben ik van mijn apropos af. Oké, dan komen we bij Franciscus. Hier laat je me zien. Wat vind je van die man? Wat moet ik met die man? Wat vind je van hem? Als paus. Nee, gewoon van hem. Als mens. Ja. Is het een krokodil of zo? Ja. Weet je toch? Hij heeft wel een mooi pakje aan, hè? Nee, hij is een krokodil. Dat is duidelijk, want hij is een van die buitenaardse die van hem aankomt. Hij is geen Amerikaan. Nee, hij is... Zuid-Amerikaan. Ja, Bergoglio heet hij. Julio Bergoglio. Als ik het wel heb, hè. Ik heb zo ontzettende hekel aan die white supremacisten. En dan heb je de paus. Ja, de paus is een white supremacist. Dat moet hij wel zijn. Want... Oké, deze paus komt uit Zuid-Amerika. Maar hij is toch een blanke man. Praat hoor. En dat zeg ik eigenlijk al. Het is een Jesuit. Hij valt ook nog eens een keer. Ja, ja. En hij... een schaap in wolfskleren. Absoluut. Schaapkleren. Ja, ja, ja. Ja, een schaap in wolfskleren. Ja, het maakt niet uit hoe je het zegt, Marco. Ja. De waarheid is waar op de ene manier en op de andere manier. Maar nu even de... Het mooie aan dit is wel, is dat ik, als ik een non tegenkom, een afgelopen jaar, dan zei het zuster Clivia of zo, of hoe ze het noemt, dan kan ik toch zeggen van, God verwacht een wonder van jou. Ja, maar jij hebt dat. Ja. We hebben het over vrouwen en daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Maar hier staat gewoon een kan je dat zien? Oh, over God. Ja, dan is het ook helemaal niet over hebben. Precies. Maar ik ga het even voorlezen. Inwoners van Vaticaanstad hebben met spandoeken geprotesteerd tegen de komst van 12 Syrische vluchtelingen. De Vaticaanstedelingen zijn woedend op de paus die de vluchtelingen meenam tijdens zijn bezoek aan het Griekse eiland Lesbos. Kijk, dat vind ik dan wel weer leuk, hoor. Onze seksuele dingen hebben we het nou niet over, maar als ik dat Lesbos zeg, dan denk ik gelijk van jippie. De paus. Maar goed, de hoge heren. De hoge heren in de Sint-Pieter-basiliek denken dat ze alles maar kunnen maken. Klagen priesters op het plein. 12 fucking vluchtelingen. Kom op. Er wonen... Hoeveel mensen wonen in Vaticaanstad? 10.000 man of zo. Ja, maar...
toch heeft Luther in de katholieke kerk wel wat teweeg gebracht, hoor. Ze zeggen wel eens van toen is het... Even voor de luisteraars. Toen is het protestantisme begonnen. Even voor de luisteraars. Hoe maak jij de move naar Luther? Maarten Luther, heb je het over? Ja. De protestant. Nou, omdat hij, wil ik zo zeggen, hij had een briefje met een paar show notes. Ja, 95. En dat spijkerde hij aan de muur. Uh-huh. Ja. En, laat ik zeggen, ja, die paus was daar niet blij mee, met die show notes. Nee, want daar wilde hij helemaal niet over praten. Was hij fucking pissed off over. Ja, maar dat was een goede business, jongen, die ze hadden. Nee, en eerlijk gezegd, ik moet wel zeggen dat Luther had natuurlijk wel een paar puntjes. Wat voor puntjes dan? Nou ja, dat je ziel niet te koop is. Lijkt me ook, ja. Ja. En dat soort dingen, weet je wel. Dus als je geld uitgeeft om je ziel te kopen. Daar was de kerk natuurlijk niet zo blij mee. Mm-hmm. Want die verkocht... Die verkocht je. Die verkocht echt plaatsen in de hemel. Ja. Dus dan is dat best wel moeilijk. Maar hoe is dat met jouw plaats in de hemel dan? Oh. Of heb je geen plaats in de hemel? Ik weet niet eens of die er is, want volgens mij word ik straks een bloemenbedje. Sorry? Ik word straks een bloemenbedje. Oh, jij gaat op in het al. Ja. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting, want het is weer. Maar even voor de luisteraars, jouw mening. Is de paus, en dan ook deze, ja, de paus, maar ook deze, is die onfeilbaar? Ja of nee? Geen bullshit voor de luisteraars. Perry verwacht binnenkort een video. Waar we het hebben over hoe het is om verlichter te zijn. Oké, okay, en daarmee maak ik dus op. Jij vindt Gorgio, weet je wel, Jorge Bergoglio, die vind jij niet verlicht? Dat zullen we dan nog wel eens zien. Heb jij een schijn van verlichtinggevoel als je kijkt naar het smoelwerk van deze man? Nee, hij niet. Oké. Dat is, hoe noem je dat? Schijnheiligheid. Absoluut. En dit is ook een leuke. Wat vind jij van het Joris Demming gezeur? Ja. Heb je hem in beeld? Dit is een jongensprostituee. Maar nou niet meer. Want nou, Joris Demming vindt hem niet meer geil, weet je wel. Zegt hij dan, hè? En dit is een advocaat. Ik ga even een stukje voorlezen, dan moet jij even vertellen wat jij ervan vindt. Ik ken smerige foto's die nog ergens zijn ontwezen. En die zijn van mij genomen. Hebben ze foto's van jou gemaakt? Ja, toen ik kind was. Ja. Hebben ze... Ja, ja. Jozef, wat een mooi... Trouwens, ik vind het wel een mooie foto. Met hierboven. Ik zal een klikje door, dat kan jij niet zien.
Nee, maar ik kan wel zien wat jij daarmee impliceert. Ja, ik vind het wel een mooie. Ik denk wel dat die Bart van Wel dat het een aardige vet is. De implicatie die kan ik me helemaal goed voorstellen. Ik denk dat Bart van Wel een aardige vent is. Ja, natuurlijk, ja. En die advocaat van hem denk ik ook. Die heeft wel weliswaar zo'n rare dingetje om. Ja, oké. Okay. Maar die advocaat moet je af en toe een ijsje geven. Ja, precies. Oké, dat ga ik even voorlezen. Ja. In de zaak over een mogelijk groot netwerk van kindermisbruik in de jaren 80 en 90 is een boekje opengedaan over de rol van Nico L. Hij zou onder meer kinderen hebben verhuurd aan de gepensioneerde justitietopman. Joris, gewoon aan de gepensioneerde secretaris-generaal van justitie, Joris Demmink en andere topambtenaren. Woensdag getuigde Jetty Bur. Even, je hebt het nou nog steeds over complottheorieën. Nee, dit is gewoon. Dit is mainstream media, man. Ah. Dit is gewoon normaal. We hebben geen Alex Jones. Dat vind jij normaal? Dit is van het AD. Oh, de Gelderlander. Het is gewoon de Gelderlander. Het is geen complottheorie, het is de Gelderlander. We hebben het net even over Vaticaan zat en kindermisbruik gehad. Ja. En nou ga je ineens over op het nieuws. Ja, helaas. Maar aan de andere kant, Joris Demmink is echt oud nieuws. Ja, dat is echt oud nieuws, ja. Dat weet wel zo veel jaren. Ik weet wel vlak dat is lang daarna. Ja. De verklaring over de praktijken van L kwam van Bruggenwirt. Naar eigen zeggen een voormalige vriendin van L. Eind jaren 90 deed ze aangifte tegen hem omdat hij haar dochter had verkracht. Sorry. L werd daarvoor veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS. Zelf draaide Bruggenwirt, 53, ook 10 maanden de cel in wegens medeplichtigheid. Hoewel ze tot de dag van vandaag volhoudt dat ze onschuldig is. Wat is het allemaal? Wat heeft het te maken met Joris Demmink? Wat dat betreft is zelfs Adam... wordt vervolgd voor het feit dat hij incest heeft gepleegd met zijn dochter. Hoe was dat weer? Eva. Eva is de dochter van Adam, ja. Maar in ieder geval, ze is een van zijn ribben. Ik vind dat ik snap, ik ga wel met je mee. Ja. En je moet het wel met een korreltje zout nemen. Altijd. Want stel je voor dat we het zouden verzuimen. Praat hoor. De vrucht. Van de kennis van goed en kwaad te eten. Oeh, dat is een moeilijke zin, zeg. Ik zit even te zoeken naar een goede alinea om voor te lezen. Oh ja, hier heb ik hem. Hoppa. Volgens, ja, en dan iets groter. Oh shit. Oh, die komt. Oh, bijna. Ik heb een Houston, die kan het komen. Shit, waar moet je naartoe? Nou, alzo sprak Tsara Soestra. Ja. In Arnhem. Het Veldersorkest. Hoe moet je het zo doen? Ik vind dat we klaar zijn met Joris Demmink. Ja, nee, dat hebben we gehad. Ja, ik heb het over alzo sprak Tsara Soestra. Ja. Ik heb dat boek gelezen. Nou.
Even voor degene die nog steeds... We hebben over helemaal niks meer te vertellen, denk ik. Ja, we zijn bijna klaar, Marco. We zijn bijna klaar, ja. Ja, even terug naar Koppel. Even, het is ook weer... één vandaag. Kan je het nog steeds, kan je meekijken nog steeds? Nee, dat zeg ik ook. Dat driehoekje daarboven. Wat is dat toch met dat driehoekje daarboven? Ja, je kan het beeld dus zien. Nee, ik zie ook niet dat je aan het inzoomen bent. Ik zie ook niet. Goed zo. Dat zie ik helemaal niet. Hoeveel ogen zie jij in het driehoekje? Moet je tellen? Kun je het tellen? Nee, dat is een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. En dan moet ik even kijken van... ik zie in ieder geval één. Ja. In het midden van een driehoekje. Maar misschien zie ik er wel meer. Ja, ik zie er twee. Linksboven zit er eentje. Ja, zie ik ook. Ja, even zo. Ja, hier zit ook een rondje, maar of het zo'n oogje is, dat weet ik niet. En ik vind sowieso iets van, ik moet daar een hoed over maken. Wacht, nee, het gaat niet om jij de druk. Het leek even alsof het me heel erg interesseerde. Ja. Maar, nu gaat het hier om. Oh nee, het gaat over medelijden. Medelijden. Dus, want het gaat over docenten. Complottheorieën in de klas zijn veel voorkomend en grijpen snel om zich heen. Hoe ga je als docent het gesprek aan? Vraagteken. En wie zijn de mensen die belang hebben bij het verspreiden van desinformatie? Ja, daar moet jij wat over te zeggen hebben. Daar heb ik wat over te zeggen. Dan zou ik die docenten zeggen die zich veel zorgen over maken. Jullie maken hier en daar terecht zorgen over. Maar je moet de mensen zoals mij inhuren. Zodat ik je leerlingen de middelen kan meegeven om ermee om te gaan. En zo simpel is het. Ook een heel erg de volgende. Directies en docenten maken zich zorgen. Ze zien een groeiende groep jongeren die zich hier niet thuis voelen. Jongeren die bovendien allerlei problemen hebben en zich vaak op sleeptouw laten nemen door sociale media. Oké, het antwoord daarop heb ik net al gekregen. Wat moeten die jongeren dan doen? Nou, dan geef ik je het antwoord opnieuw. Je moest iets geven, waardoor ze een focus hebben. Dat geldt voor ieder mens eigenlijk. Iedereen heeft focus nodig. Ik moet iets kunnen doen. Ik moet iets kunnen betekenen voor deze wereld. Ik ben niet zomaar nobody. Ik ben iemand. Dat is belangrijk voor iedereen. We zijn er verslaafd aan. Wat? We zijn verslaafd aan het feit dat we iets moeten betekenen. Nee. Ja, als toch het is, dat maakt niet uit. Ik luister. Het gaat om meer dan dat. Het gaat ook gewoon om, dat het een beetje warm is om het licht. Ja. Niet alleen maar ultraviolet, maar ook een beetje infrarood.
het hele spectrum, zeg maar. Nou ja, jij weet waarom een lot het licht opzoekt. Uh-huh. Omdat een mens dat aan moet. Uh-huh. Eigenlijk. Ja. Op dezelfde manier. Ja. Dat vind ik ook met ruiten. Dat zijn vliegendoders. Ja, ik ben trouwens wel blij dat ik mens ben. En dat ik dan niet zo helemaal overgeleefd ben aan het feit dat ik op het licht afga. Uh-huh. En dat ik dus niet door ramen heen ga proberen te vliegen of zo. Ja. Maar ik voel me. Ik heb in mijn woning meerdere dode vliegen aangevonden. En dan voelde ik me echt schuldig. Want ik had ze van tevoren moeten vangen en los moeten laten. En zeggen van, jongen of meisje, je bent verdwaald. Meisje, meisje, oh meisje, meisje. Weet je, dat is... Ben ik vliegen tegengekomen in mijn huis? Jij wel, ja. Ja. Omdat er muizen gestorven zijn in mijn huis. Mm-hmm. Ja. Dus daar hoef ik niks over te vertellen. Ik bedoel, ja. Levende wezens. Zullen we even luisteren naar die... Nee, maar levende wezens gaan dood. Kan je even meekijken? Dit is een minister. Geen minister, ja. En jij houdt, de luisteraars, ik mag het niet vertellen, maar Marco en ik hebben het over seks. Maar jij vindt het een lekker wijf, dit, hè? Is het niet oud genoeg? Daar zit ik niet eens op te wachten. Maar wat vind je van deze, ik ga ze daar klikken, maar wat vind je van deze vrouw? Qua seks. Hij gaat full screen, pas op. Nu valt de audio uit. Ja, boelscreen, hè? Boelscreen. Moet even... Russian. Ik laat hem eventjes, ja. Ik ben erbij, boelscreen. Ja, boelscreen. Ja. Maar je kan het beeld nog steeds zien, toch? Nee, maar dat is... Ik vind het echt... Dat kan je doen door extra bijscholingsdagen. Er zijn nu ook, of cursussen, er zijn honderden docenten die daar behoefte aan hebben. We hebben een meldpunt. Ik moet zo huilen van dit, hè? Terecht kan. Nou ja, en vooral ook luisteren naar behoefte van... Ik moet ook wel huilen om niks. Ik vind het heel belangrijk dat wij het voorschrijven. Dat we steeds hun mensen laten. En voor deze vrouw... Haar salaris moet ik belasting betalen. Jij? Ik vind het niet erg om belasting te betalen, maar dat dit soort vrouwen, dit soort nono's... Nee, maar het is toch een leuke vrouw? Wat is er leuk aan? Even overnieuw, ik doe het geluid uit en dan doe ik gewoon replay. Wat is nou leuk aan deze vrouw? Nee, maar aan de andere kant... Betaalt zij ook belasting voor jou? Oh, ja joh. Nee, betaalt zij ook belasting voor jou? Met haar domheid? Dat is zo dom, hoor. Volgens mij wel. De vraag is dus, betaalt zij dus ook belasting voor jou? Nee, natuurlijk niet. Ze werkt voor de overheid. Nou, betaalt zij dus belasting voor jou? Ja, aan me nooit niet. Ik betaal belasting om haar salaris te betalen. Ja, van mijn belastinggeld betaalt zij belasting. Klopt. Nee, jouw inkomen hangt af van het feit dat zij belasting betaalt.
ik vind het allemaal best dat er mensen zijn die hoeven alleen maar te wauwelen. En dan krijgen ze toch allemaal kaarsjes op het brood en allemaal lekkere... Mensen zoals jij. Ik vind het best. Perry, mensen zoals jij en ik. Ja, wij doen niks. Nee, wij hoeven ook alleen maar te wauwelen. Ja. En verder niks te doen. En we krijgen daarvoor betaald. Ja, maar ik blijf erbij... Dat, ja, ik blijf erbij dat zij wauwelt gewoon in de ruimte. Noem me mijn idioot, hè? Dan zeg ik echt dat ik gek ben. Haha. En terecht. Ik pak hem even terug. Idioot. Shit. Wat even hoor. We pakken de laatste, denk ik. Ja. Die vind ik ook zo mooi, hè? Wat denk je hiervan? Wat is dit nou weer? Dit is echt anti-systemisch. Er komt ook zo'n ding in beeld. Dat heb jij dan weer, hè? Ja, dat is allemaal fout, man. Oh, okay. Sluit. Ik krijg alles van elkaar. Aanmelden. Ik ben hier, dus. Ja, ik ben binnen. Nee, het is gewoon een Skype. Die is er binnen. Kan je hem nog zien? Dan ga je even kijken. Ik vind het zo'n smerig verhaal. Wees er daar. Ik hou niet van deze website. Oh, ja. Maar dat vergeet me wel. Er is toch iemand daar? Ja. Ik ben iemand daar. Ik weet alleen niet of jij mij ziet. Maar... Nee, daar gaat het ook niet om. Kan jij mij zien? Nou, laten we het zo zeggen. Ik ben op... 4 augustus geboren. Ja. En dat is 0408. Hoezo 0? Ja. En ik had. En welk jaartal? Welk jaartal? Nee, ik had afgelopen maand zoiets van. Er staat ook nog zoiets als 0804. 8 april. 8 april. Oh. Ja. Over verhaal. Daar kent je. Even terug naar het laatste ding. Die sigaar die je daar ziet roken. Het laatste ding is dat als je mij verrek verklaart... Heb ik daar absoluut geen moeite mee. Nee, ik heb er het geld niet voor om jou voor gek te verklaren. Nee, maar ik ben gewoon gek. Net zo goed als ik geld had... Ik ga voor jou ook gewoon, als er mensen jou voor gek verklaren, ga ik ook gewoon zeggen van, teken ik die verklaring wel. Absoluut. Perry is gek. Absoluut. Ja, ik ben zonder mijn... En jij tekent ook die verklaring wel van, Marco is gek. Nou, ik denk in eerste instantie, Marco is mijn vriend. Ja. Maar nu even terug naar de show notes. CIA en Mossad coördineerden aanslagen op 11 september 2001. En dit is van WordPress, ja, het ding is een of ander iemand. Maar ik vind het zo gemeen om altijd de schuld op de Joden te schuiven. Perry, het hele verhaal bijvoorbeeld, het hele 9-11 verhaal, ja. En wie of wat het ook gedaan heeft, waarom stond op een gegeven moment George W. Bush bovenop die puinhopen met een vlag in zijn hand? Ja.
Omdat zij het gedaan hadden? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Dat zou ze nooit kunnen doen, man. Oh jawel, want het was namelijk noodzakelijk. Ja. Om Amerika weer eens een keertje bij elkaar te trekken. Want we worden aangevallen. Zoiets. Ja. Vertel mij wel. Ik lees even een stukje voor. Hè. De Amerikaanse CIA en de Israëlische spionagedienst Mossad speelden een cruciale rol bij de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Dat zegt een Amerikaanse onderzoek. Ja, val me maar in de reden. Ik ga even wat afstand nemen. Ja. We mag. Omdat ik gewoon even... Door. Kom op. En dan kom ik weer thuis. Ja. Maar ik vind het dus gemeen dat ze altijd weer tegen die Joden ingaan. Ja, ik vind het zo flauw. Nee, weet je wat het is? Dat is meestal wederzijds. En als de Joden de baas willen worden van de wereld. Praat hoor. En dat willen ze. Volgens hun. Jij toch ook? Ik ben geen Jood, ik ben geen moslim, ik ben geen... Da gibt ein Wille zum Macht. En zo wie dan? Ja. Hoe dan? Ein Wille zum Macht. En met niets minder neem ik... We moeten het daar nog eens even zo over hebben. Hm. Over van... Oh ja. Ik ga even terug naar de show notes. Even kijken waar ik ben. Ja, oh. Bamboeland. Ja, Bamboeland. We hebben alles gehad, hè? We hebben de mogelijk gelukte 13e uitzending der botsende ego's. We hebben het complottheorie gehad. Buitenlanders, Vaticaanstad, kindermisbruik, 9-11. En nu krijgen we de laatste dingen, dat is nummer 1, 2, 3, nummer 6. Nummer 6. En dat heet Een Mooi Einde volgens Marco Robinson. Ik heb er al tientallen mooie einde aan proberen te breien. Ja. Helaas. Ik blijf ook een keer... Hangen. Wat zeg je elke keer? Ik blijf elke keer hangen. Je bent een gehangene. Is dat nee, jouw nee, kaart? Nee, ik probeer elke keer een mooi einde te breien aan ons gesprek. Ja? Maar helaas, ik blijf elke keer hangen. Ja. Je moet vooral... kijk, een mooi einde moet... Het moet zoet zijn. Ben jij zoet? Zoet? Dat is suiker, daar hou ik niet van. Echt waar, joh? Nee, ik hou niet van suiker. Dat was veel te zoet. Ik zat gisteravond in de kroeg, hè? Want ik zit altijd... Dat is geen geheim, want ik zit altijd in de kroeg. En er zat er een jongeling en die had een insulineprobleem. En zijn pompje, wat van overheidswegen was, had hij gewoon gekregen via verzekering. Maar de batterij was op. En dan moest dat pompje moest opengeschroefd worden. En dat probeerde Dave in eerste instantie met zijn nagel. En dat lukte niet.
En dan reikte ik hem een muntje aan en die was te dik. Maar Dave had nog een 5 cent. En die is dunner. En die draaide dus. Die ging er een nieuwe batterij in. En toen heeft die man dus echt. Ik begrijp jullie paniek. Ja, want heeft die man dus in Café de Wacht. De slangetje van die, toen de batterijtje weer werkte en, die, en alles teruggeschroefd was, ging het pompje weer piep, 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 piep. En toen duwde hij dus dat slangetje in zijn anus. Voor de toevoeging van de insuline. Ja, hoe meer mensen er zijn, hoe makkelijker het probleem opgelost wordt. Hoe meer of hoe minder? Nee, dat is dus een hele goede vraag. Hoe meer mensen er zijn, hoe sneller het probleem opgelost is. Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiting. Dat vind ik ook. Ik zou zeggen, tjus. Dat is ook de laatste opdracht van jouw show notes. Ja. Show notes. Ja. Tell me your plans. Ja. Wat voor noten? Ja. Grote noten of show noten? Ja. Ja. Nou, ik zeg helemaal niks. Wat zei Pipo ook altijd? Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen.